Goedemorgen. Wij gaan vanmiddag, of vanochtend, maar in ieder geval vandaag, vertrekken naar huis 2. En we zijn nu dus hard aan het inpakken. Maar weet je, het voordeel is, het zit in een backpack. Dus het ligt nu altijd in lades gelegd. En ja, een backpack is niet zo groot, dus heel veel spullen hebben we ook niet mee. Je dus bent zo een keer klaar, zeg maar. Ja, ik ben nu 5 minuten klaar, 5 minuten bezig en ben klaar. En ja, ik weet nog niet precies hoe laat we gaan. Het ligt een beetje aan die mensen hier. Eigenlijk zouden we al uitgecheckt moeten zijn, ja. Maar ze spreken toch geen Engels dus. Nee, dus. Ja, dus. Goedemiddag, wij zijn nog niet weg. We hebben een smoothie en we zijn aan het tandpoetsen, John. En Sjaan denkt nu dat wij om 1 uur midden in de nacht weggaan. Want hij vroeg aan John hoe laat we weggaan. Nou, John, over een uurtje. Maar dan in het Engels. En toen dacht Sjaan dus, wat? 1 uur in de nacht? Dus we weten ook niet of je nu snapt dat we nu dus bijna weggaan of dus midden in de nacht. En ons nieuwe huis, 14 minuutjes verderop, dus dat is mijn fout. Want we wilden, wat ben je nou? Oh ja. Want we wilden naar de totaal andere kant van het eiland. Maar dat was een boekingsfoutje, dus we hebben nu gewoon een huis, hebben, zeg maar, ja, het is een penthouse. Groot dakterras, we hebben erbij. Ik denk stoerder dan het echt zo. Ja, dat denk ik ook, want dit was ook dan met zee, dicht bij zee. Maar ja, het is gewoon 10 minuten met de auto naar de zee. Maar ja, weet je. Maakt niet uit. We gaan nu nog uit van het penthouse. En misschien is het ook wel een zolderkamertje. Maar dat zien we nou alweer. De foto's had je een zwembad. Kan je dan vanaf het dak inspringen? Nou, dat stond niet bij. Nee, maar het lijkt wel zo. Maar ja, dus dat weet ik niet of veilig is. Maar wij gaan nu bijna onderweg. We hebben alles gepakt. En we hebben ons werk voor vandaag erop zitten. Nou, ik nog niet hoor. Ik ook nog niet. Best wel een groot deel. Vanmiddag gaan we gewoon aan de slag. Tot straks. Goedemiddag. Wij zijn 15 minuten verder en we zijn er. Deze man spreekt niet beter Engels, maar doet wel meer zijn best. Dus we hadden al iets meer conversatie. En zoals je ziet, er zit hier een soort biep ook. Heel veel, heel veel boeken. Groot dakterras buiten, waar we gewoon op kunnen maar zitten. Maar ook een goede werkplek. En, hoppatee, en een goede werkplek. Dus dit is geniaal, ook een gaststel erbij. Dus jongen, we kunnen ons weer prima redden. We doen straks wel even een tour, maar nu gaan we eens onze spullen halen. John is ons dus bezig met een nieuwe werkplek aan het maken. Dus we hebben nu de buitenbank al binnen staan. Want het is altijd weer even improviseren, want ja, de baas zelf moet altijd de beste werkplek hebben natuurlijk. Nou, maar dit is al dit is een prima oplossing zo. En ook heel snel, kijk. In plaats van dat je je stoel aanschuift, schuif ik gewoon de tafel aan. Hoppatee. Goeie avond. John die heeft een optrekstand gevonden, dus dat is wel heel cool. En we zijn al helemaal gesetteld in ons huis. Want we hebben hier een dakterras, wat we al zeiden. En dat is best wel heel ruim. En buitenkeuken. Wat? Maar niet echt, want er zit wel een dak. Ja, maar het is ook wel open, kijk. Dus het is een semi-buitenkeuken. En we zitten dicht bij de Lidl. En dat was onze stamkroeg al een keertje, dus dat is heel mooi. En ja, dit huis, het is gewoon een aanbouw. Bovenop het huis, op het dak. Dus het ruikt een beetje naar tent, naar plastic. Maar verder is het vooral zalig met de zon zo erbij. We hebben vanmiddag een hele poos gewoon op het terras gezeten. Theoretisch gewerkt, maar eigenlijk gewoon niet gewerkt. Nee, we hadden pauze vanmiddag. Ja, we hadden een paar uur pauze. En we hebben ons bed al op de grond gelegd, want het is een heel slap bed. Dus we gaan nu kijken of dat beter opgelost is. Kijk, zo ziet het er een beetje uit. Het is best wel een oké huis. Het is niet ons lievelingshuis. Nee, wij denken dat het de mancave is van de eigenaar zelf. Ja. En dat hij hier ook gewoon regelmatig lekker checkjes zit te roken en zo. Ja, voor iedereen denkt wat is een mancave? Dat is gewoon een hok voor jezelf. En dan een mancave dus voor kerels. Waar je gewoon kunt lezen en gewoon je eigen plek. Maar voor nu is het prima. En het is, wat ik zei, echt super lekker hier op het dak vooral. Dus dat wordt heel ontspannend de komende dagen. En internet is hier razendsnel. Dus dat is mooi, want we kunnen weer heel veel gesprekken inplannen via Skype. Want dadelijk in de berg hebben we geen internet. Of tenminste, niet heel goed verwachten. Maar is de dag hier geslaagd. En morgen zien we wel wat we weer gaan doen. Werken, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk heel veel. Ja, maar wij vermaken ons best. Dus voor nu, wel rusten. En tot snel.